Daar zijn we dan weer met een nieuwe NEC-update. De spelers zijn weer terug van vakantie. Deze week weer begonnen met trainen. Dus we kijken daar eventjes naar vooruit. We hebben straks het laatste nieuws. Ja, en hoe was het eigenlijk? De korte vakantie. Het was toch een korte vakantie voor trainer Rogier Meijer. Ja, goed. Pedro had dat was het eigenlijk. Zeg maar. Ja. Nee, het was goed. En natuurlijk met een goed gevoel de vakantie ingegaan. Iets anders dan normaal. Normaal zit je rond de kerstdagen. Maar het was prima om even te relaxen, te ontspannen. Maar ik was ook wel blij dat we weer begonnen, moet ik eerlijk zeggen. Ja, en dan Osama Tanane. Ja, Marokkaan. Dus hij moet met bijzondere interesse kijken naar het WK. Want zijn Marokko doet het heel erg goed. Had hij dat verwacht? Ik denk dat ze het gewoon uitstekend verdedigend hebben staan. En vanuit daar de counter zoeken. En natuurlijk met bepaalde spelers die de traptechnieken hebben. Dat ze de ballen zo op een hoofdje van iemand kunnen neerleggen. En van daaruit weer een goal kunnen maken. Ja, maar hoe voelt dat voor jou? Als een trotse Marokkaan. Toen jij hier bij NEC kwam, zei je wel van nou, ik wil mijn kijker spelen, want ik wil heel graag mee naar het WK. Dan lukt dat dan niet. Kijk je dan toch een beetje met gemengde gevoelens daarna? Nee, totaal niet. Want er zijn jongens die, ja, ik weet niet of we hetzelfde niveau hebben, maar of een groot verschil qua niveau. Maar ze spelen wel bij grotere clubs en ik denk dat dat mijn nadeel is geworden. Ja, dan de voorbereiding op de tweede seizoenshelft. Je staat op plek 9, dan kun je zeggen, oké, daar ben ik tevreden mee. Je hebt hier en daar punten laten liggen, dus je had hoger kunnen staan. Wilco Verschuijk zei ook al bij ons, het moet gewoon beter in die tweede seizoenshelft. Dat weet trainer Rogier Meijer natuurlijk maar al te goed. Waar liggen die verbeterpunten? Nou, kijk, als je ziet dat we 10 goals in 2 wedstrijden hebben gescoord en in die andere 12 hebben we er dan 9 gescoord. En dan dat zegt dan wel dat we niet heel makkelijk scoren over het algemeen. En ja, dat is denk ik wel een van de verbeterpunten. Dat we als elftal moeten proberen vaker in die situatie te komen. Ik vind wel dat dat beter is gegaan. Alleen uiteindelijk moeten we daar nog wel een stap in maken. Ja, Osama Tanane viel op in alle wedstrijden. Positieve zin natuurlijk. Wat zijn volgens hem de verbeterpunten? Dat is één ding. Dat is kansen afmaken. En dat hebben we niet gedaan. Want ik denk als wij onze kansen hadden afgemaakt en dom elke keer de laatste minuten de goal tegen te krijgen. En dat heeft allemaal te maken met concentratie. En ik denk dat dat een beetje de valkuil was. De goals niet maken en dan heel makkelijk denken dat de wedstrijd al voorbij is en de laatste minuten tegen krijgen. Dus dat is meer het doel voor ons waar wij echt op richten. En ik denk dat dat nu, vooral deze week, uitstekend begin. Hoe ziet de voorbereiding voor het tweede seizoen zelf voor de rest uit? Deze week trainen in Nijmegen, volgende week ook nog. Hè, oefenwedstrijden tegen Willem II en Utrecht. En dan gaan we naar Spanje, waar we een week zijn. En daar spelen we ook een wedstrijd. Dan komen we terug en dan zitten we een beetje rond de kerstdagen, dus dat wordt een beetje rommelig. Hè. Daar hebben we ook wat vrije dagen. Nou, dan is het vanaf 1 januari werken naar Ajax. Ja, en dan was er ook nog nieuws deze week rond NEC, want er kwam weer een oude bekende terug, Nick Kersten. Hij vertrok in 2021, was toen hoofdscout, ging weg toen Ted Verleeuwen kwam. Hij ging aan de slag bij Excelsior als technisch directeur. Deed het daar eigenlijk wel goed, want hij promoveerde met Excelsior. Keert nu weer terug, niet in zijn oude functie als hoofdscout, nee, als hoofdvoetbalzaken. Die functie bestond nog niet eerder. Ik heb een NEC gevraagd, wat houdt dat dan in? Ja, dat wisten ze me eigenlijk ook niet helemaal te vertellen. Hij moet een beetje de coördinerende rol gaan krijgen tussen de academie, tussen de scouting en tussen de technische directeur. We hopen er volgende week wat meer over te kunnen vertellen. Dat is in ieder geval het laatste nieuws. En dit was dan de NEC-update voor deze week. Volgende week zijn we er weer met onder andere dan een bezoek van de selectie aan het Amalia Kinderziekenhuis. Graag tot dan!